De Conor Rousseau. Ja, jij bent niet meer de knapste man aan boord, hè? Oh, dank u wel dat jij dat vond. Ja, nu niet meer, hè. Conor is toch wel... Dat is echt een knap. Sorry, dat is een andere categorie. Ja, dat is waar. Hè. Pas op, hij is bezig met zijn uiterlijk. Amai niet. Ik denk dat hij 's ochtends af en toe keer zo doet. Nee. In de spiegel. Ja. Moest ik het leven hebben van een Conor, ik zou heel dan in mijn broek bovenleef lopen. Het is mager, Conor. Mager, hè. Er zit niks aan. Dat wil ik. Ik wil gewoon mager zijn. Bij mij moet ik niet gespierd zijn. Ik maar wil gewoon mager. Mensen ook eens een pak, hè? Ja, dat zijn mijn ex-lief ook altijd. Vind je mij te dik? Nee, ik vind u gezellig. Ah, dat is toch lief? Nee, dat is niet lief. Dat zou is je niet gezellig zijn? Je wilt gewoon mooi zijn. Maar mooi. Mooi zijn. Dat zie je toch vooral van binnen. Amai. Maak dan eens een nummer. Het zit van binnen. Maar ik heb er massaal veel zin in. Ik hoop dat we vandaag ook iets. Heel soms een heel klein beetje onnozel mogen doen. Maar als ik die twee Charles een beetje ken ondertussen, dan denk ik dat dat probleem niet zal zijn. Valasse, Conor Rousseau, welkom. Applaus. Applaus. Wat dacht je, man? Het is maar een jonge gast. We gaan wel later beginnen. Ah, oei, zijn we te laat? Ik weet niet al hoe ons voeten zijn. Om laat stel ik je normaal op. 6:30. Een kruimeltje smeren, een masker leggen. Nee, soms. Heel soms. Ja, maar ja. Peelingeske. Nee. Een scrub. Zijn je de man met de sixpack of zijn je een man met de ribben? Wat wil je graag horen? De ribben. De twee, denk ik. Gespierde ribben. Oh. Ja, ik heb ribben. Ah, je hebt ribben. Iedereen, hè. Bij ons ziet iedereen. Je moet weten, ik eet heel graag ribben. Ça va. Voilà, we hebben een coronavrij kotje gemaakt. Nee. Amai. Ja, ter glas en al. Als, ik zou zo 50 euro bovenhalen. Zeg, bel een keer naar Koen Krukke. Toon een keer wie dat hier is. Oh, ja, je is helemaal zot van u. Pakt hij daar ook zo op van... Dag iedereen! Kijk eens hier! Oh, amai! Dag Conor, hoe is het? Goed, goed. Ja, dat is... hoe zeg je dat? Schöne biesten, hè? Dat is een schöne biesten, dat. Ja. Ja. Moest ik 50 jaar jonger zijn, dan ging dit mijn andere meer. Ja, ja. Allee, man, het sterrenbeeld. Wat zeg jij? Schorpioen. Is het echt? Ja. Ik ook. Kwalijke reputatie, schorpioenen. Je zou het met elkaar heel het prikken. Ik ben blij dat ik achter glas zit. Dat is veiliger. Liefde, maak jezelf niet wijs dat jullie relatie volmaakt is. Ga ook eens naar de andere kant kijken. Misschien is het daar ook wel leuk. Dan gezondheid. Hoe graag je ook een dessertje lust, soms moet je het kunnen weigeren. Oh, er zijn ook lekkere toetjes aan de overkant. Hoe is het met Victorke? Moet hem een keer niet bellen. Die is nu al 2 dagen op dat eiland. Wat is er? Zit hij nog in bed of wat? Ja, maar het is hier wel tijdsverschil, hè? Hoe is dat tijdsverschil? Zit jij toch niet in China? Zeg maar, doe eens een licht aan. We zien niks. Hij zegt, ligt er helemaal in het donkere. Ah, voilà, beter. Er is hier iemand die nog een DJ zoekt voor een feestje ergens. Hey, Fiek. Ja. Hoe is dit? Hallo. Jij bent nog nuchter of wat? Dat is ook de eerste keer. Volgende week ga ik wangetjes maken. James heeft dat niet gedaan. Hè? Weet je wat? Ik ga zo door een boek en waar dat hem stilvalt, ja. Dat gaat de greet maken. Oh nee. Nee. Ja, oh, varkenswangetjes. Ah, voilà. Voilà, gevoeld. Voelde dat mijn hand naar rechts gaat. En je hoofd naar links. Je moet zien, ik heb mijn WhatsApp 2 uur afgezet en ik heb 31 berichten. Maar allemaal relevant? Of, Ja, Ivan de Vadder, Peter Kluis, met een directeur studiedienst. Is dat? Ja, dat is wel iets. En nu achteruit zo.
En terug, vier keer tikken. En achteruit. Voilà. Het is te klein, het is te klein hier voor mij. Als je dat, dan het niet nee, het is te klein. Ik zit hier tegen het meubilair, ik zit hier tegen de zetel. Oké, nog één keer. Klaar? Voilà. Bravo. Mannen, we moeten... We moeten ermee gaan optreden. We moeten gaan optreden met ons drie. In Vegas. Ik denk dat wel. In Vegas.